Hoi iedereen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag is het 1 december en dat betekent de maand van Kerstmis. Het duurt natuurlijk wel nog een paar dagen, maar ik denk je kan nooit te vroeg beginnen met Kerstmis. Vandaag heb ik voor jullie een lijst met dan ook wel Kerstmisboeken die je dus rond deze tijd kunt gaan lezen. Ik heb eerlijk gezegd zelf niet zoveel Kerstmisboeken, dus ik ben op zoek gegaan naar wat andere mensen leuke boeken vinden. En die lijst wil ik graag met jullie delen. Ten eerste de serie Narnia. Ik denk dat ze allemaal de films wel hebben gezien waar onze hoofdpersonages door de kast lopen en echt in een winterwonderland terechtkomen. En volgens mij is met name de eerste film ook wel gericht op de wintertijd. Dus perfect om ook nu te lezen tijdens Kerstmis. Ik moet eerlijk zeggen dat, en dat is echt iets heel unieks, dat ik de films beter vind dan de boeken. Ik heb alle boeken gelezen. Maar het is wel leuk om de boeken te lezen, omdat je ook meer informatie krijgt dan dat je eigenlijk met de films hebt. De films zijn volgens mij ook nooit echt afgemaakt. En de boeken natuurlijk wel. Dus dan weet je ook hoe het uiteindelijk eindigt. Ja, ik ben zelf wel iemand die tijdens de winterperiode best wel in de mood bent voor dikke fantasy series. Dus vandaar dat ik ook deze wil benoemen. En dat is een hele dikke serie, namelijk Game of Thrones bij George R.R. Martin. Ik heb zelf deze boeken nog niet gelezen. Ik heb namelijk ook de serie nog niet zo veel van gezien. Het zijn ook best wel heftige, dikke boeken met volgens mij ook best wel dunne letters. Dus ik vind het altijd best wel intimiderend. Maar mocht je fan zijn van de serie, dan zijn de boeken denk ik nog leuker om te lezen met meer details en zo. En daarnaast, Winter is Coming. Goed, mijn derde serie is niet zo heel origineel denk ik. Maar ja, het moet toch wel even genoemd worden en daarmee bedoel ik Harry Potter. Volgens mij zit in elke Harry Potter boek wel een Kerstmisscène die altijd heel vrolijk is en mooi en magisch. Dus ja, het is ook mijn favoriete serie, dus ik vond ook wel dat ik hem moest benoemen. Maar ik wil met name toch wel even de geïllustreerde versie benoemen, omdat die gewoon echt prachtig is. Dit is de eerste, de tweede is ook al uit. Dus die ga ik binnenkort ook snel kopen. Maar ze zijn echt zo mooi. Ze zijn geïllustreerd door Jim Kay. En voor de rest is het gewoon natuurlijk hetzelfde verhaal. Nou ja, ik bedoel, als je de voorkant alleen al ziet, tussendoor zijn er ook heel veel mooie illustraties. Bijvoorbeeld van Dumbledore. Dat zijn de boeken die ik zelf heb gelezen. Dan heb ik nu nog een aantal boeken die ik niet heb gelezen, maar van heel veel mensen hebben gezegd dat ze wel heel leuk zijn. Ten eerste het boek My True Love Gave to Me. Dit zijn eigenlijk allemaal kleine verhaaltjes. Volgens mij zijn er in totaal 12. En ze zijn ook geschreven door meerdere auteurs. En volgens mij zijn ze allemaal dus rondom kerstthema. En met name over stelletjes en liefde. En volgens mij een beetje al zoetsappig. Nou ja, ik vind dat zelf altijd wel passen bij de winterthema's. Weet je toch die warmte. Daarnaast het boek Dash and Lily's Book of Dares, geschreven door Rachel Cohn en David Levithan. Volgens mij is het tweede boek hiervan ook net uitgekomen, dus heel leuk om ze natuurlijk allebei te lezen tegelijkertijd. Dit boek gaat over Lily die een boek heeft vol met dares, dus eigenlijk vol met challenges die je kan doen. En dat boek vindt Dash en zo komen ze elkaar dus tegen. Dan hebben we ook nog het boek Let It Snow bij onder andere John Green. En dan moet ik weer even kijken. Maureen Johnson en Lauren Miracle, denk ik. Dit boek draait rondom kerstavond. Er is blijkbaar een sneeuwstorm in het stadje. En er zijn dus drie verschillende verhalen die daar rondomheen draaien. En volgens mij zijn het dus ook wel weer liefdesverhalen. Dan heb ik nog een boek waarvan ik zelf nog nooit gehoord had. Maar ik zag hem op een lijstje staan en het klonk best wel leuk. Het boek heet Xmas door Kate Bryan. En het verhaal gaat over een meisje Lila. En haar broertje heeft net ontdekt dat door de global warming de ijskappen smelten. En die loopt dan een soort van weg.
met zijn vriendje om Santa Claus, de kerstman, te gaan redden. En nou ja, haar zus Lila dus, die wil hem gaan zoeken. Maar daarvoor heeft ze de hulp nodig van de oudere broer van het vriendje van haar broertje. Als je het nog begrijpt. En dat is haar ex. Dus vandaar ook de titel Xmas. Ja, klinkt wel als een leuk, interessant avontuur. Het volgende boek heet What Light door Jay Asher. En dit boek gaat over een meisje die eigenlijk twee soort verschillende levens heeft. Ten eerste in Oregon, waar haar familie een soort kerstbomen farm heeft. Dus kerstbomen produceert. En dan tijdens kerstmis in Californië, waar ze die kerstbomen dus verkopen. En ja, voor haar betekent dat altijd dat ze een van de twee constant soort van mist. Totdat ze op één kerstmis een jongen ontmoet, Caleb. En op de een of andere manier komen haar twee levens dan weer een soort van bij elkaar. De auteur heeft ook het boek 13 Reasons Why geschreven. Wat ik zelf wel een leuk boek vond. Dus ik denk dat dit ook wel een leuk boek is. Mocht je nou meer van de klassiekers houden, dan kan je ook A Christmas Carol door Charles Dickens gaan lezen. Hier zijn ook echt heel veel verschillende film adaptations van gemaakt. Het is misschien wel leuk om nu dan echt het originele verhaal te lezen. Je kan natuurlijk ook lezen How the Grinch Stole Christmas door Dr. Seuss. Hier is ook een film van waarbij de Grinch dan dat gekke goede monster is die Kerstmis niks vindt en dus Kerstmis een soort van wil ruïneren. Ik vind de film zelf altijd wel gek, wel grappig. Dus ja, misschien ook leuk om het originele verhaal te lezen. Hebben jullie nou nog boeken die ik niet genoemd heb, waarvan je zoiets hebt van ja, dit boek is echt een kerstmisboek? Laat dan even een reactie achter en vertel waarom het een kerstmisboek is en waarom wij het zouden moeten gaan lezen. En misschien heb ik dan de volgende kerstmis wat meer boeken rondom dit thema in huis.